Welkom bij Sweet Lake Fishing. Nou, zoals jullie in de vorige video's hebben kunnen zien, zijn we grote fan van de producten van Spro. En dit hebben we natuurlijk al laten zien in het succesvol doodaasvissen onder de dobber. Maar ja, Spro heeft natuurlijk ook prachtig en zeer effectief kunstaas. En ik heb iemand gevonden en die heet Nick. En die durft mij te garanderen dat er binnen 1 uur snoeken met de Spro Iris Underdog Jointed, dat de vis op de kant komt. Nou, dat vind ik natuurlijk wel heel gewaagd. Dus ik heb met Nick ook een challenge gemaakt. Wat de challenge is, dat mag Nick zelf vertellen. Goedemorgen Nick. Goedemorgen. Je hebt me uitgenodigd voor iets leuks. Klopt. Een geweldige challenge. Zelf durf ik hem niet aan. Maar jij bent zo te spreken en overtuigd dat welk aasje het werk gaat doen? De Spro Underdog. Jointed. De Spro Underdog Jointed. Nou ja, het is wel echt een meest bekend aasje. Ja, hij is super. Ja, dus echt de meeste mensen hebben hier al dik mee gevangen. Maar om nou de challenge aan te gaan om binnen 1 uur 2 snoeken te vangen. En wat was de keerzijde? Ik zei dat als het niet zou lukken, dan ga ik mijn laars opeten. Dan gaat hij zijn laars opeten, dus... Ik heb er vertrouwen in. Ik heb er ook vertrouwen in. Hoe dan ook, wordt het een succes. Dus we gaan een hengeltje uitgooien en dan maken we wat leuks van. Het gaat helemaal goed komen. De Spro Iris Underdog Jointed is te verkrijgen in 9 verschillende uitvoeringen. Roach, perch, shad, herring, hot perch, hot tail, Noorderpike. En voor deze video heeft Nick gekozen voor de Fire Tiger en de Redhead Tiger. En zal proberen op beide kleuren een snoek te verleiden. Nou, dit kunstaasje is perfect in te zetten in ondiep water, ook als er nog geen 50 centimeter water staat. Ideaal om bijvoorbeeld mee te vissen in de polder. Nou, dit kunstaasje is zowel geschikt voor beginners als voor gevorderden. En weer op dezelfde, hè? Hup. Weer hierop. Ja, lekker man. Hup, kijk. Mooie kop. Ja, hele mooie vis. Top. Top! Nou, vandaag hebben we een iets kortere dag dan anders. Nick die is al lekker aan het proberen een snoek te vangen. Maar ik zei tegen Nick, koste wat het kost, ik ga toch een aantal van jullie in gezonde foto's behandelen. Nou, daar gaan we. Nick Teuntje 079 met deze prachtige karper. En Nick jongens, die is een YouTube kanaal begonnen. Fishing Nick. Dus allemaal even abonneren. Klik op de bel om geen video van Fishing Nick meer te missen. We hebben nog meer. JDJ Pike Hunter. Ja jongens, je ziet het gewoon aan zijn gezicht. Hè. Je heeft die snoek. Big smile. Bij mij zie je het ook altijd. Het is altijd leuk als mensen enthousiast worden van het vissen. Jesse Buizert. Ja, die ving deze snoek op 2 verschillende dagen dezelfde snoek. Ja, zelf heb ik dat ook regelmatig. In het verleden zelfs gehad op dezelfde dag dezelfde snoek vangen. Ja, dan vraag je je soms af hoeveel last heeft hij nou van zo'n haakje. Nou, als je bij deze snoek ook goed kijkt, zie je behoorlijk wat schade. En daar sta ik ook altijd weer van te kijken hoe goed zo'n snoek of een andere vis kan herstellen na zo'n erge wond. Vissen! Ja, die vangt deze moddervette snoek.
Ja, het is echt een hele mooie vis, jongens. Oh, heerlijk. Hier hebben we nog meer. Bouwe Gersma. Ja, die was lekker aan het baarzen. En in één keer was het stil. En een paar minuten later, boom, beuk op zijn hengel. Komt deze vis boven. Nou ja, dan weten we allemaal waarom die baarzen weg waren. Even kijken. Pikehunt 072. Ja, met deze monstersnoek van 1,10 meter. Ja, daar doen we het voor. Dat is echt, ja, dat is echt heerlijk. Wie hebben we nog meer? Oh, Nick en vis. Laat me rennen, ouwe. Wat een mooi klein stukje pak je hem ook gewoon, hè? Hier in het slootje. Ah, bizar. Zo zie je maar weer, hè? De wereld diezelfde, hè? Ah, dat is een mooi snoepje toch? Leuk visje. Ah, maar ook weer een bekje, echt een puntje gehaakt weer, hè? Allemaal. Prachtig. En dan doen we quick release. Nou, dat bedoel ik. Toch, is die los? Top. Is die los? Ja. Lekker, man. Hopskij. Hoppa. En weer op dezelfde. Ja, lekker, hè. Ah, lekker, vriend. Hoppa. Dat is een hele dikke. Hey, onze deal was maximaal 2, toch? Ja. Nu ga je overdrijven. Sorry. Ah. Oh, nee. Oh, dit is een hele dikke, hoor. Kijk eens. Ja, dat is een hele mooie. Oh, vecht ook lekker, man. Ja, hij gaat goed vandoor. Zo. Ook weer in het lippie gehaakt, hè? Ja, dat is wel echt een bak, zeg. Dat hij los schiet. Kijk eens. Prachtige vis. Op het laatste moment, hè? Ja. Ik wou je al feliciteren van je hebt het waargemaakt. Het doel is gehaald en ja. Jij gaat er even dubbel en dwars overheen. Ja, ik denk dat hij los schiet, hoor, zo. Hij heeft een velletje. Velletje. Of niet? Oh, hoppa, dat is een dikke. Prachtig, jongen. En dan deze. Ja, daar hebben we het echt. Ja, dubbel en dik. Hij blijft. Kijk dan, joh. Ja, dit... Oh, oh. Zal die zijn? Ja. 80? Ja, dik 80. Mooie close-up. Kijk dan, wat een beest. Mooi, hoor. Ja. Je heel zei gaaf. Het. We gaan ze vangen op die jointed, ja. Die underdog, die gaat het gewoon doen. Ja. Hoppakee. Geweldig, vriend. En dat is hem. Ah, ik moet je feliciteren. Top. Ah, echt heel goed gedaan. Mooi afsluiter. Zeker. Hey jongens, ik wil net een outro gaan schieten. Jongen. Nou, weet je wat, we houden hem gewoon live, Nick. We houden hem gewoon live. Hey, is mooi. Hey, het is klokslag, hè? Onze ja. Visuurtje is voorbij. Nou, het uur zit erop. Echt een schitterend uurtje wel. Ja, beter kan je niet wensen. Ik heb er echt van genoten. Als ik eerlijk moet zijn, had ik het niet helemaal verwacht. Maar ja, Nick die heeft toch wel echt zijn best gedaan voor Spro. Dus Spro, als jullie kijken, ja, benader Nick. Ik zal zijn Instagram zal ik ook nog wel eventjes onder de video zetten. En ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. En dan zien we weer bij de volgende video.